Dank u wel voor uw vragen. Ten aanzien van rij- en voertuigbelasting is de mening van de regering dat die wet er is en dat er een presentiële werkgroep is om naar deze wet te kijken. Daar zitten deskundigen in van verschillende sectoren. En ik hoop binnenkort dat advies te krijgen als president. En dat advies willen we verder met het parlement bespreken door na te gaan op basis van het advies wat het beste is om met deze wet te doen. Moet het gewijzigd worden? Moet het ingetrokken worden? Nogmaals, er is een team van deskundigen dat er naar kijkt. Verschillende journalisten hebben vragen gesteld over de oliesector. Wat tot nog toe uit alle projecties gebleken is van staatsolie aan de hand van de drie oliefondsen, dat er zeker in de buurt van 50 miljard US dollar aan inkomsten ligt voor de staat Suriname in 20 jaar tijd. En dat kan vanaf het moment van de productie in in 2024. En dat is een gigantisch bedrag. En als je dat weet als land, en dat bevestigen ook internationale bronnen, en je weet waarin wij nu als land zijn komen te verkeren, een heel ernstige crisis, een heel groot gat, hele zware leningen met hele zware rentes, dan kijken we naast die nationale maatregelen die we treffen, ook naar mogelijkheden, zoals we dat ook gezegd hebben als er zijn een visie van onze regering, namelijk de rijkdommen van de natuurlijke hulpbronnen komen het volk van Suriname toe. Dat is ons standpunt en dat blijft ons standpunt. Dat wij die natuurlijke hulpbronnen, in dit geval die olie, zodanig gaan ontwikkelen, een zodanig beleid gaan maken dat in de eerste plaats komt voor de ontwikkeling van de economie, voor de ontwikkeling van de huidige generatie, maar ook voor de toekomstige generatie. En dat is namelijk wat we gaan doen. Er is al opdracht gegeven om te zorgen dat wij als regering de wet op spaar- en stabilisatiefonds onmiddellijk in werking moeten doen treden. Die wet werkt nog steeds niet, omdat er tal van staatsbesluiten zijn die niet ontwikkeld waren. En de juristen van mij hebben al opdracht gehad om alles te doen zodat we deze wet zo snel mogelijk in werking kunnen doen stellen. Zodat deze wet ook uitgevoerd kan worden door middel van het opzetten van het fonds. En dat die rijkdommen alvast daar geplaatst gaan worden. Die inkomsten van hout, goud, olie, alvast een percentage daarvan erin geplaatst kan worden. Voor de ontwikkeling van andere sectoren, maar ook voor het sparen van voor de volgende generatie. Dat is één. Tweede is namelijk, als je weet dat er daar zoveel aan inkomsten te genereren is, dan zijn er verschillende modaliteiten die je zou kunnen gaan uitwerken als land. En dat is wat we nu aan het bespreken zijn met verschillende instituten. En dat zijn instituten die te maken hebben met een zodanige verantwoordelijkheid in internationaal opzicht, dat ze ook toegang hebben tot de inner circle van staatsolie, dat zijn de internationale bedrijven die ook opereren binnen de oliesector, om te kijken hoe die belangstelling daar ligt. Tweede is namelijk dat internationaal nu al bekend is dat het de toekomst van Suriname verschrikkelijk goed eruit zal zien, alleen op basis van de oliefondsen. Wij zeggen ja, de toekomst kan inderdaad prachtiger uitzien als je een goede regering hebt, een eerlijke regering hebt, een verantwoordelijke regering hebt die inderdaad heel goed kan omgaan met de rijkdommen van het land, kan omgaan met de grote oliefondsen. En dat op dit moment internationaal kapitaal stil ligt in de wereld. Als gevolg van COVID ligt internationaal kapitaal stil. Tegen rente van bijna 0% of zelfs een negatieve rente. Nou, daar zijn er heel wat instituten, personen,
fondsen in de wereld, grote fondsen, bereid om met ons te praten en die gesprekken worden gevoerd op dit moment met een financieel team. Waarbij ze in ieder geval mogelijkheden zoeken om hun kapitaal hier uit te zetten en dat ze terugbetaling met een grace-periode zouden kunnen krijgen na 4-5 jaar. Omdat ze weten namelijk dat er terugbetalingscapaciteit is, zonder collateral. Let wel, zonder collateral. Zonder dat men eist dat oliefondsen of aandelen van staatsolie onder collateral geplaatst zou worden. Dus die opties bekijken wij ook. Daarna zijn er internationale instituten, formele internationale instituten, met wie we communiceren. IMF communiceren we ook, daaromtrent kan de minister van Buitenlandse Zaken en minister van Financiën nader en met meer diepgang de informatie geven wat gegeven kan worden. Want als je praat met partners, als je praat met internationale instituten, dan gebeurt dat onder voorbehoud van geheimhouding. Dus houdt u daarmee ook rekening. Voor wat betreft, waarom kijkt de regering naar 2 miljard? Dat was een van de vereisten maximaal. Mijn mensen, misschien moet ik het nog eenvoudiger uitleggen. Dus vanwege die 550 miljoen bond die we hebben en die 125 miljoen Oppenheimer 2 lening, zit je al op 675. Betaal je al zoveel rente? Die 125 miljoen Afubaka Dam lening, daar is ongeveer 13% rente per jaar. Die 550 miljoen is meer dan 50 miljoen US dollar rente per jaar. Oktober, aanstaande oktober, moeten we meer dan 26 miljoen US dollar alleen aan rente betalen voor die 550 miljoen bond. In december moeten we meer dan 6 miljoen US dollar aan rente betalen voor die 125 miljoen. Van waar moet dit geld komen? We hebben dit geld niet. Al die maatregelen, ik kan u zeggen, al die maatregelen die we nu treffen, dat pakket aan maatregelen, die zeer korte termijn, en dat breed pakket aan maatregelen, in een losse crisis op. Echt waar. Daar kan de minister van Financiën met tijdlijn, aan de hand van de inkomsten, laten zien dat in een mopoete. Natuurlijk, je door een balans, in een financiële huishouden, dat je salarissen kan betalen. Maar dat is salaris voor ambtenaren alleen. Wie kijkt naar die salarissen van de mensen die in de particuliere sector zitten? Wie kijkt naar jullie salarissen? Wij moeten niet alleen kijken naar die salarissen van die ambtenaren die daar betaald kunnen worden. Natuurlijk, als er een overeenkomst is getekend in de achterliggende periode, moeten wij als nieuwe regering er naar kijken. En we zijn in overleg met CLO om hier naar te kijken, om te kijken hoe we dit gefaseerd zouden kunnen uitvoeren. Maar gaat u nou wat het betekent? Eerst 25% verhoging, nu 50% verhoging op salaris van alle ambtenaren. Wat voor burden dat met zich meebrengt. Dus het gaat niet bij deze regering alleen om een zodanige financiële huishouding te creëren dat we alleen salarissen kunnen betalen en gewoon achterover gaan leunen en ons 5 jaar gaan uitzitten. Daarvoor heeft het volk ons niet geplaatst. Het volk heeft ons geplaatst om het land te redden, om die crisis aan te pakken. Om te zorgen namelijk dat er een betere perspectief is voor het Surinaams volk. Dat er werkgelegenheid is, dat er investeerders hier komen en bedrijven beginnen op te zetten. Dus dat is onze verantwoordelijkheid. En om dat heel plaatje goed te kunnen coveren, moet je een integraal beleid hebben. Door niet alleen te kijken naar de ambtenarensector, maar dat je ook kijkt naar de private sector, je kijkt ook naar de ondernemingssector. Daarom zijn we in goed overleg. Ja, de stukken zijn gestuurd. En de SER komt bijeen in deze dagen. Minister Buza, is het vandaag of morgen? Albert? SER? Vandaag. Vandaag is de bijeenkomst met de SER, de regering en de partners. Dus daar komt voor de eerste keer op agenda. Het is de eerste vergadering van de SER. En dit staat op agenda. En ik heb gevraagd, binnen een week wil ik advies met betrekking tot het klein pakket van maatregelen. Hier zijn de bonden die de gelegenheid krijgen om daar ook een commentaar ook te geven, ook CLO. Maar
als wij weten, één, dat die rente zo hoog is van die 675 miljoen. Hou dat vast, één. Twee, als we nu weten dat juist door deze leningen, met name die 125 miljoen lening, heel wat inkomsten van jou in pand zijn afgegeven. Houd dat vast. Vergeet niet dat staatsolie, ja, ons staatsolie ruim 600 miljoen aan schuld heeft. Tel dit even op die 675. Begrijpt u welke richting wij denken? Dat als wij als land in staat gesteld zouden kunnen worden om al deze leningen af te kopen, dan heb ik één, op jaarbasis een enorme verlichting voor wat betreft die rentebetaling. Twee, als staat heb ik weer inkomsten. Als staat ga ik weer inkomsten krijgen die nu allemaal geblokkeerd zijn. Door middel van allerlei collateral deals die gesloten zijn. Zo moet je zien, één, waarom we een groot geldbedrag nodig hebben. Maar we hebben ook geld nodig om het land te ontwikkelen. We hebben ook geld nodig om bedrijven op te zetten. We hebben ook geld nodig om die verschillende sectoren in ontwikkeling te brengen. Daarvoor hebben we ook geld nodig. En in dit kader wil ik dan direct die vraag beantwoorden van die parastatale bedrijven. Misschien is het niet goed overgekomen. Wat wij precies gedaan hebben gisteren is de eerste bijeenkomst geweest met een deel van de parastatale bedrijven. Met de president, commissarissen en de leden van raad van bestuur. En we hebben eerst die strategische parastatale bedrijven genomen. Samen met de vicepresident hebben wij ze allemaal ontvangen. En hun duidelijk uitgelegd wat het beleid is van de regering. Dat wij niet alleen bezuinigingen willen binnen de regering. Dat we niet alleen maatregelen willen van corruptieaanpak binnen de overheid. Dat we niet alleen willen dat er transparantie moet zijn bij de overheid. Maar dat ook dat moet gebeuren in die parastatale bedrijven. En dat de regering dat beleid gaat aansturen. Dat we alle zaken die verkeerd zijn gegaan, dat we dat gaan onderzoeken. En nu al, gisteren al, hebben bijna alle president-commissarissen al doorgegeven dat de meeste van de staatsbedrijven verlieslatend zijn. Van SLM-president-commissaris kregen te horen dat de schuld, wat eerste instantie 88 miljoen leek US dollar, nu opgelopen is naar 95 miljoen US dollar. En dat de komende dagen, want de financiële cijfers komen heel traag binnen. Kunt u dat voorstellen? In een parastataal bedrijf, een groot parastataal bedrijf, hoe traag die financiële cijfers binnenkomen. En die dingen moeten gezond gemaakt worden. Het land moet niet alleen gezond gemaakt worden met een regeerbeleid. Het land moet ook gezond gemaakt worden met een goed beleid van de regering, samen met de besturen naar die parastatale bedrijven. En we hebben bijstand gevraagd van de Inter-American Development Bank, IDB, dat ze ons moeten bijstaan om deze bedrijven te gaan doorlichten. Om te kijken welke van de bedrijven nog winstgevend gemaakt kunnen worden. Welke van de bedrijven afgestoten moeten worden. Welke van de bedrijven gecommercialiseerd kunnen worden. Welke van die bedrijven op basis van public-private samenwerking weer gezond gemaakt kunnen worden. Dat is het eerste deel van de parastatale bedrijven vanwege COVID. Komende week hebben we het tweede deel, zodat zij ook die instructies kunnen krijgen. En de raden hebben opdracht gehad dat ze moeten vergaderen. De raadsvergaderingen moeten goed geleid worden op basis van een goede agenda. En dat die raden ook met de regering regelmatig moeten gaan afstemmen. Om na te gaan hoe het beleid binnen de verschillende parastatale bedrijven eruit zien. En die dingen die niet goed gaan, aangepakt moeten worden. Zeker een paar van die parastatale bedrijven hebben nu directieleden met contracten van 10.000 Amerikaanse dollar per maand. Wat president van het land niet eens verdient. Wat minister, wat u verdient. Maar die hebben ja, die contracten van 10.000 Amerikaanse dollar met zoveel faciliteiten. Toelages in US dollars.
business class vliegen. En weet je wat leuk is? Die parastatale bedrijven moeten nog door de staat gesubsidieerd worden. Kunt u deze grap begrijpen? Wel, als al einde en ono. Daaraan komt de eind. En die opdracht is al gegeven. Al deze werkcontracten onmiddellijk onder review te plaatsen. En de presidentiële commissie is daar. Met goede juristen. Laat die dingen aanpakken. Dan weet u waar die gelden gaan van die subsidies. Die wij geven aan deze parastatale bedrijven. Dus dat is dat beleid. Met betrekking tot parastatale bedrijven. Terwijl ze regeren bezig zijn, sommigen nog steeds bezig mensen in dienst te nemen. Kan je je voorstellen? Snel, Texuma. Texuma in dienst. Om het regeren onmogelijk te maken. Kan je begrijpen? Dus. Dat van. Het dubbele salaris, het blijft een issue. Daar is het parlement bezig met een initiatiefwet. En wij hebben de presidentiële commissie ook gevraagd om hierover concrete voorstellen te doen. Zodat we dit voor eens en voor altijd weg kunnen halen uit onze samenleving. Islamic Bank, daar zijn we bezig om te communiceren. Daar heeft de minister van Buitenlandse Zaken opdracht gehad van mij. Om samen met financiën de contacten weer aan te halen. Er zijn heel wat projecten. Waar de Islamic Bank betrokken was. En we zullen ervoor zorgen dragen dat de draad weer opgepakt wordt en deze projecten weer uitgevoerd kunnen worden. En we gaan nieuwe projecten aanbieden aan de Islamic Bank. Ja, ik hoor het heel vaak dat de regering weer die olieprijs heeft verhoogd. Mijn mensen, we hebben maar één keer een government take gehad van één SRD. Alle andere verhogingen van olietarieven, brandstoftarieven, is een gevolg van de unificatie. We hebben nu maar één koers. En als gevolg daarvan zijn dan de prijzen aangepast. En daarom zie je ook die verschillen bij de verschillende pompbedrijven. Omdat er nu concurrentie is. En ik hoop dat ons bedrijf, ja, GoTo, de meest concurrerende prijs aan onze Surinamers kan aanbieden. Dat daar de laagste is, tot nog te zien we dat ze de laagste zijn. En voor mijn part kan het nog lager. En we luisteren naar die geluiden van de verschillende organisaties, waarbij een beroep gedaan moet worden op de regering om te kijken naar die government take. Ja, we zijn niet doof. We luisteren naar, we kijken naar, we berekenen. Maar wat voor zin heeft het, mensen? Om crisismaatregelen te treffen, om die economie gezond te maken, op basis van een stukje inkomstengenerering. En dat je dan weer teruggeeft hier zo. Dan poer broeken weer broeken. Dan poer broeken weer broeken doen. Maar nogmaals, we kijken naar de geluiden. De vicepresident kan ingaan op exercities die onder zijn supervisie binnen de Raad van Ministers uitgevoerd wordt met betrekking tot die goudsector. Hoe die inkomsten daar liggen. We hebben al de royalties verhoogd. Hetzelfde geldt voor die goudsector. Maar dan zie je wat de kansen zijn dat we ook naar die andere sectoren gaan om geld te halen. Ja, welke zijn de entiteiten? Ja, in de wereld zijn er zoveel entiteiten. Je hebt grote fondsen die er zijn in de wereld. Het zijn fondsen waar verschillende bedrijven, verschillende kapitaalkrachtige groepen zitten. Dat is één traject wat we inzetten. Dan heb je internationale instituten. Dat zijn financieringsinstituten met wie we in communicatie zijn. En voor de rest zijn het die bestaande internationale multilaterale instituten met wie in communicatie zijn, zoals de World Bank, Inter-American Development Bank en het IMF. Ja, de overige vragen zijn denk ik ja, een heel belangrijke vraag. Dat van, we hebben geen inkomsten en toch lukt het ons tot nog toe. Ik ga niet zeggen dat het land draaien, want dat is het misverstand. Want als je denkt dat je elke maand salaris van ambtenaren kan betalen, dan hou je het land draaien. Nee, dat is niet onze opvatting. Maar dat we elke maand in staat zijn de salarissen te betalen. Ik denk dat die vraag is in feite.
Vergeet u niet. Ja, ik weet dat men dat als kritiek altijd geeft. Je moet er niet terugkijken. Maar soms is het goed om de vraag goed te beantwoorden, om even toch te verwijzen. Vergeet u niet dat alle salarisuitbetalingen van afgelopen 2 jaren door de vorige regering betaald geworden zijn uit leningen. 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 Totdat die banken niet meer kunnen. Wij kunnen doorgaan met leningen. We kunnen die commerciële banken onder druk zetten, maar uiteindelijk gaan ze allemaal over de kop. Ze gaan allemaal over de kop. Ze kunnen het niet meer dragen. Dus wij kijken ook naar dat aspect. Dus wij zeggen, laten we een keertje ophouden om te gaan lenen. Ja, juni, transitieperiode, zat de vorige regering met betalingsproblemen van salarissen. En ze hebben beroep gedaan op ons als incoming government. En we hebben meegewerkt. Dat wat we ingezet hebben zijn 2 dingen. Ons vertrouwen hebben we ingezet. En ons toekomstig beleid. Dat een pakket van maatregelen. Ja, er is toen waren de maatregelen al voorbereid. In de transitiefase reeds. Door de minister van Financiën met uiteraard zijn deskundigen. Dat hebben we ingezet waardoor die salarissen van juli nog betaald konden worden. Juli zijn we begonnen. Het is niet helemaal gelukt. Op eigen kracht. Maar de minister van Financiën die gaat straks zelf komen om te zeggen hoe ver hij al is om langzaam op eigen kracht als staat die uitgaven te kunnen dekken. Hoe doen we dat? Simpel. Bezuinigen. Bezuinigen. En bezuinigen. Het doet pijn hier en daar. Maar we gaan door met bezuinigen. Tweede. Geen verspilling. Geen verspilling. En geen verspilling. Derde, geen corruptie, geen corruptie en geen corruptie. Daar houden we inderdaad geld over. En we zoeken nog meer door middel van het pakket van maatregelen. We zaten in problemen, ja, voor september. Daar hebben we snel die government take verhoogd. Maar als je denkt dat je die geprojecteerde bedragen krijgt van 30 miljoen. Nou, de regering heeft overeenkomsten met enkele oliemaatschappijen. Dat ze olie leveren was de Maiteka. Een government take direct. Dus, ook daar krijg je het niet. Anyhow, zo krijg je het. Good governance. Zuinig beleid. We komen uit. Step by step. En de minister van Financiën legt uit in het traject voor 1 jaar. Aan de maatregel. Pe amin. Saudeno alamung. A tekort. Pe amin. A tekort. Ook een smara. 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 Telekadoro. A balanslijn. En dan gaan we naar positief. 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 En dat krijg je geprojecteerd. Dus nogmaals, mijn mensen, dat is alleen om jouw financiële huishoudens in balans te houden. Maar die financiële crisis, die moet je aanpakken met het traject wat ik net heb aangegeven van die internationale trajecten. Acties, natuurlijk, de democratie heeft ons geplaatst als nieuwe regering. We hebben een breed mandaat gehad van het volk. En het is onze taak om het volk goed uit te leggen wat er aan de hand is. We nemen die maatregelen niet om bewust het volk pijn te doen. Dat is niet het karakter van deze regering. Dat zal deze regering nooit doen. Maar wat we vragen is even voor de 6 maanden wat offers te brengen. Gebalanceerd met een pakket van maatregelen. En als personen daar vinden dat die pijn te hard is. En daar een signaal willen geven aan ons. Ja, daarvoor zijn we regering. Om naar een signaal te luisteren. We staan achter de democratische principes en waarden en normen die we als regering hebben. En ja, tegen die achtergrond zeggen we, we kijken uit naar de protestactie. We leggen het volk uit. Maar als mensen vinden dat ze toch reden hebben om te protesteren, dat recht hebben ze. En dat recht gaan we als regering ook
accepteren, maar we gaan in communicatie blijven. En de minister van Financiën heeft meneer Pakito en nog andere personen uitgenodigd en al die cijfers gepresenteerd. Hij kan zelf ingaan op wat er daar gezegd geworden is. Maar ook hem hebben we uitgenodigd om alle informatie te geven wat er aan de hand is met de financiële crisis. Maar tot nog toe horen we van niemand wat die andere optie is. Het enige wat we horen, het doet pijn, het is te hard, maar we horen niet wat die andere optie is. Er is geen andere optie. Laat me dat hier benadrukken, er is geen andere optie. Uden Wamboto, Leksernang, Uden Wamboto en Wambestemming. Awatra Trubuno, de Squala Hebino, Ainakunu, maar Aboto Ogodoro, Odora Eindbestemming. Maar voor mij kan boten sumo, dat we sumo samen. En ik denk dat we aan dat die. Laten we samen. Draai aan u. Paar boto. Ga naar juiste bestemming. Final destination. Redden van Suriname. Met een gezonde economie. Met weer gelukkige Suriname. Dat is onze missie. Voor wat betreft CLO. Ja, we zijn in overleg met CLO. Voor wat betreft de betaling. Van de overeengekomen verhogingen, zijn overeenkomst. Alleen zeggen we, dit is ons probleem. We kunnen niet betalen, dus we kijken naar modaliteiten. Hoe we toch dit kunnen betalen, gefaseerd. En de minister van Financiën en Buitenlandse Zaken hebben opdracht van mij om met CLO te gaan communiceren. En soms is het lastig, soms moet je met een CLO 1 en dan met een CLO 2 communiceren. Maar we proberen om toch nog goede afstemming te hebben met CLO. Dat waren de vragen gericht naar de president.